Bent u van de kerk of bent u net als jullie hadden net wisseling van de wacht? Ik ben koster. Koster? Ook van deze kerk, mede koster. En ik neem ook deze taak voor een paar uur op me. Toen ik hier aankwam lopen, yeah. Het was toch het eerste wat door mijn hoofd schiet. De stad is eigenlijk nog nooit zo stil geweest als nu. Yeah. En ook dat stukje groen waar ik net, ja, was, je kon bijna een speld horen vallen. Yeah. En toch is er dan behoefte om een stilteplek in te richten. Kunt u daar iets over zeggen? Nou ja, het is gewoon ook kijken. Hè? Er zullen altijd mensen zijn die daar misschien om redenen een behoefte aan hebben. En dat er misschien minder aanloop is, spontane aanloop, dat verwacht ik wel. Maar goed, is dat dan een reden om dat ook maar af te sluiten? En kunt u hem even laten zien, de plek? Yeah. Het is gewoon in de kerk zelf. Yeah. Ja, jullie hebben gewoon een deel afgescherpt. Oh, dan is hier de... Hier worden ook de overleden gemeenteleden herdacht middels een kruisje. Oké, okay, en er wordt dan een kaarsje voor gebrand? Op zondag, wanneer daar aandacht aan besteed is in de dienst, dan wordt het kruisje opgehangen. Vaak door de familie, de kinderen. Ja, ja, ja. En dan een kaarsje aangestoken. En dit is zeg maar onze hoek, stiltehoek. Ja. Ja. Komen er een beetje bezoekers tot nu toe? Tot nu toe vandaag, wat ik begreep van de andere suppost, zeg maar, was dat niet het geval. Nee. Nou, oké. Okay. Ik ben nou, ja, stil geweest vanochtend van 10 tot 12. Maar goed, nu ben ik er. Hè? Alleen ik ben nooit stil. Mijn excuses.